Ik heb... Hey iedereen en welkom bij mijn kanaal. En vandaag ga ik het hebben over de spulletjes die ik heb gekocht. Dus ik ga een haul video houden voor jullie. Ik ben wezen shoppen en ik wilde graag delen wat ik allemaal heb gekocht. Gezien jullie ook weten is de sale begonnen. En ja, ik heb wat leuke spulletjes gekocht. En laten we maar beginnen. Als eerste heb ik, ik ben bij Boo gaan winkelen. Zara, Bershka, Stradivarius en nog een paar boutiques. Maar ik begin dus met Boohoo. En bij Boohoo heb ik deze top gekocht. En het is gewoon een sporttop. Het is gewoon wit met een zwarte band hierover. Deze band is elastisch en de top ook. En het is dikke materiaal. Niet schijnduur, dus dat scheelt ook. En dacht zo van, dit zal wel een goede toevoeging zijn in mijn kast voor het sport en zo. Ja. Verder bij Boohoo heb ik ook deze top gehaald. De top is een off-shoulder crop top. Ik had dit eerst gezien bij Beauty by JJ. En ik vond die zo leuk. Ik wist niet waar ze het vandaan had gehaald. In de link stond ook niet waar ze het vandaan had gehaald. Dus ik ging maar zoeken. En op een gegeven moment kom ik hem tegen bij Boohoo. En ik vond hem zo leuk. En ik ben zo blij dat ik hem gehaald heb. En natuurlijk in de video laat ik jullie ook zien hoe ik het aandoe en alles. En hoe ik het stel. Maar natuurlijk kon ik het niet bij één kleur laten. En moest ik natuurlijk ook de witte halen. Dus ik heb de top in twee kleuren gehaald. En ik ben er zo blij mee. En ik ga jullie laten zien hoe ik het stel zo dadelijk. En jullie gaan het zien. Het is echt super leuk. Verder bij Boohoo, nog steeds bij Boohoo, heb ik deze bodysuit gehaald. En ik ben een beetje into bodysuit. Dit is een rood. Ik weet echt niet welke kleur dit is. Rood, bruin, iets. Maar anyways, de kleur op camera is bijna hetzelfde als in het echte leven. Maar dan is hij iets donkerder en iets bruiner. En dit is dan ook zo'n bodysuit wat gewoon lekker op je lichaam zit. Het zit echt mooi strak in je middel. En dit is een off-shoulder stukje. Dus het zit hier een beetje. En deze heeft ook een choker erbij. Een losse choker erbij. Dus ja, super sexy natuurlijk. Wat ik wil zijn natuurlijk. Dus daarom deze bodysuit natuurlijk. Ach ja. Dus op naar de volgende bodysuit. En dat is deze. Het is een mauve bodysuit. In ieder geval dat is wat de kleur was online. En het is ook echt gewoon een stretch materiaal. Mooie diepe, weet je wel, V. En hier heb je een, wat is het? Je hebt een paar details. Nou, hier heb je een paar details waardoor je je huid hier doorheen kan zien. En het is echt gewoon super sexy. Het is echt een hele mooie bodysuit. Verder heb ik bij, dat was Boohoo. En verder ben ik dus naar de Zara geweest. En bij de Zara heb ik deze simpele crème top. Het ziet er wit uit op camera, maar het is crème. Het is gewoon zo'n hele simpele top die ik gewoon vind dat iedereen nodig heeft in zijn kast. Dus die heb ik ook gehaald. En deze is niet een sale, maar ja, die is maar 10 euro of zo. Dus, ach ja. Why not? Verder bij Zara heb ik deze blauwe crop top blouse met één arm gekocht. En een leuke detail hier. Kan je dichtmaken. Ja, en ik vond de design gewoon zo leuk. Dat ik zoiets had van, daar kan ik wel wat mee. Dus ik heb hem maar gehaald. En ik ben ook super dol op deze blauwe kleur. Die hemd sfeer, zeg maar. Dus dat heb ik ook maar gehaald. Verder, een van mijn lievelingsstukken is deze simpele marineblauw bodysuit. Het is een crisscross V-neck en het is echt gewoon super sexy. Het zit echt gewoon lekker op je lichaam. Het is gewoon, het ziet er gewoon super mooi uit. En je hebt als dames een iets grotere boezem hebben, dan zou je hieronder wel een topje aan moeten doen. Maar ik heb daar geen last van, dus ik kan dit gewoon zo rocken en zonder enig probleem. Zonder dat ik eruit zie als een hoedje mama. Dus dat wil je ook niet.
En verder bij Zara heb ik deze grijze trui gekocht. Kom camera, werk mee. Oh, kunnen jullie het zien? I don't know. Anyway, deze grijze top. Ik heb natuurlijk grijze top, grijze trui. Het is eigenlijk zilver. En het is gewoon een coole tint trui. En ik heb allemaal warme tinten truien. Dus ik had zoiets van, ik wil een coole tint in truivorm. En ja, dit heb ik nog maar gehaald. Verder, een van mijn lievelingsstukken. Ben ik naar de Berge gegaan. En ja hoor, ik moest deze top hebben. Natuurlijk, volg me af. Deze top, het is een crop top. En het is, ik hou van toppen die echt, zeg maar, zo gaan. Maar soms zijn ze te strak bij de oksel. Maar deze is precies goed. En ik ben er zo blij mee. Zo blij mee dat ik de witte heb gehaald. Hou ook nog bij. En zo blij mee dat ik de witte twee keer heb gehaald. Dus ja, ik werd een beetje gek. Ja, als je gewoon een kledingstuk vindt dat gewoon goed zit, dan heb je zoiets van sla maar in. En dat heb ik gedaan. Verder had ik ook deze bandeau top. Het is echt een hele simpele top. Gewoon wit. Of crème eerder. En deze heeft ook een hele mooie choker bij. Dus het is echt super sexy. Ja. Verder ben ik naar de Stradivarius geweest. En daar heb ik echt een van mijn lievelingsstukken gehaald. En dat is dit jurkje. En de camera doet het echt gewoon niet goed laten overkomen. Het is zo'n mooi jurkje. Het is echt helemaal heel luchtig. En het zijn bloemetjespatronen erop. En het allerleukste wat ik vind aan dit rokje is dat het een bovenkant heeft. Ja, een bijpassend bovenkant. En samen staan die zo leuk. Maar apart gecombineerd, voornamelijk dit rokje, is het echt gewoon super cute. Ja, ik ben er echt super dol op. En ik wilde al heel lang een matchende setje. En nu heb ik hem. Verder heb ik ook bij Stradivarius deze bomberjack gekocht. Ik voelde me een beetje Sierra-achtig en ik wilde alles wit kleden na een bepaalde festival. En toen moest ik ook een witte bomberjack hebben natuurlijk. En dit is niet echt wit, het is crème. Maar ach ja, dus ik had nog geen bomberjack en ik had nog geen witte jas. Dus ja, dan maar een witte bomberjack. En verder heb ik bij de Bershka deze broek gehaald. En het is gekreukt, want ik heb hem al een keertje aangehad. Maar het is zo'n mooie broek. Het is zo'n mooie broek voor de zomer. Het is een, ja, het is wel een donkerblauw. Maar omdat het dus genaaid is met bruine draad, is het echt zo leuk te combineren met kleding met bruin erin of warme tinten. Dus, laat me even zien. Deze top is echt super te combineren met deze broek. En dat laat ik jullie ook zo in de video zien. Anyways, buiten dat heb ik ook dit topje gekocht. Dit is van Boohoo. Het is een nude kleur. Niet mijn nude natuurlijk, maar zo heet de kleur. Het is een hele, 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 hele lichte peach. Licht roze. En het is echt super mooi. En het is, ik weet niet wat voor stof het is, maar het zit echt zo mooi op je lichaam. Want meestal heb ik een beetje moeite met dat de kleding me hier een beetje loslaat. Maar deze zit echt zo goed. En het is off the shoulders. En het is lekker, gewoon lekker sexy. Dus deze heb ik ook nieuw bij Van de Boohoo. En verder heb ik een topje gehaald bij een boutiqueje ergens in Enschede. Ik weet dat het dus heel moeilijk zou zijn voor jullie om deze te verkrijgen. Maar hij is zo mooi dat ik hem gewoon in deze haul moest bijvoegen. Dus dat is deze top. En de hanger doet hem echt gewoon niet goed laten overkomen. Ik laat jullie wel zien wanneer ik hem aan heb. Het is een V-neck. Je moet hem zo crisscrossen. En daarna heb je hier beneden de bandjes die je gewoon dicht moet doen en een mooie strik van moet maken. Verder heb je hier de armen die gewoon helemaal gefriemeld zijn. En het is echt gewoon, het is gewoon super mooi. Ik laat het jullie zo zien wanneer ik hem aan heb. Dus ja,
dit waren de spulletjes die ik heb gehaald. En ik hoop dat jullie van deze haul hebben genoten. En dat ik jullie een beetje ideeën heb gegeven over bepaalde kledingstukken die jullie wel willen of niet zouden willen. En ja, ik zie jullie in de volgende video. Doei doei!